wel vrij ernstig te noemen. Ja, dat klopt. Het was echt niet veel verschil. Ik had in de zaal de dag tot dit weekend geduurd dat ik beslist heb. Zelf op een andere wedstrijd geweest was, had ik 9 van de 10 uur niet gestaan. Maar omdat het zo te gaan was, dat we echt wel aan de start staan. En we zien wel hoe dat straks loopt. Het zal waarschijnlijk afzien worden, maar we gaan ons best doen. Je bent ongeveer een goede week opnieuw aan het trainen zoals het zou moeten. Betekent dat de voorbereiding echt niet optimaal was en een koers die zich toch wel vrij lastig aankondigt. Het weer zit ook niet mee, kan straks misschien nog wat beter worden, maar het belooft een lastige opdracht te worden straks. Hè? Ja, dat is zeker. Parcours ken ik niet echt geheim. Ik ken elk baantje wel vrij goed, maar waar blijven trainen is smalle wegen. En de klimmetjes die erin zitten zijn niet afvoeting, dus het zal lastig worden. Dus, een koersvat die de jongste jaren vaak eigenlijk op een massaspunt. Hou je daar ook vandaag rekening mee? Nou ja, dus de laatste jaren wel dat ik dat er vrij selectief onderhoud mag gaan zijn. Altijd uitgebreid op een spunt eigenlijk. Dus ik heb de kans dat dit jaar ook zo komt. Maar ja, voor hetzelfde geld blijft het goed genoeg en is het helemaal anders natuurlijk. Jullie hebben met Adder Blaas, dat ken ik de Haasschap ook een paar snelle mannen mee. Hè? Ja, dat komt. De ploeg, ja, we hebben een paar snelle mannen aan de meet, dus als het op het einde naar het sport toe gaat, ja, dan hebben we nog zeker een kans gaan. En wedden dat je toch meeschaat met een vroege ontsnappingspoging? Goh, dat er nog niet veel haal op zijn als de kans dat door gaat, dan is die wel proberen. Maar ik denk dat er nog veel in de hand zal worden, dat we zelf koers gemaakt. Maar ja, als het toch blijkt dat het goed gaat, gaan we zeker wel iets proberen. Ondanks het afzien straks in de koersbad wens ik je een schitterende dienst aan de Godenpijnstad zondag aan toe. Geniet ervan voor eigen belang. Dames en heren, een applausje graag nogmaals voor Bart de Klerk, man van eigen bodem, ritwinnaar in de Ronde van Italië. En we zijn bijzonder vereerd.